Dit is Maurizio Cattelan. Althans, dit is het kunstwerk Untitled, ook wel Manhole genoemd, een zelfportret van de Italiaanse kunstenaar. Cattelan is pas op late leeftijd begonnen met het maken van kunst en heeft nooit een kunstopleiding gevolgd. Hij begon ooit met het opzetten van dieren, zoals dit racepaard, maar ook deze eekhoorn. Ah, zielig hè. Cattelan staat bekend als een tegendraadse kunstenaar. Die menig bezoeker van de Guggenheim een gouden toiletervaring bezorgt. Hij verzet zich niet alleen tegen de kunstwereld door letterlijk musea te slopen, maar ook gevoelige onderwerpen uit de maatschappij mijt hij niet. Zo maakte hij ook het kunstwerk Him, een kwetsbare, knielende Hitler. Dit werk, dat in 2002 ook te zien was in het Museum Boijmans van Beuningen, was zeer omstreden en leidde zelfs tot protest in het gemeentebestuur van Rotterdam. Gelukkig is er bij Boijmans van Beuningen nooit twijfel geweest over Manhole en is het daar altijd te zien.